Let's go! We gaan vandaag weer zieke nieuwe icons krijgen. Dat is gegarandeerd. Want hoe ik dat doe? Nou, gewoon de Squad Builder Challenges te doen. En daarna gaan we ook traden. En dan gaan we proberen zoveel mogelijk Prime Icons en Moment Icons te krijgen die ik nog moet hebben. Dat zijn er niet heel veel, want als je hier gaat naar Collection, naar Cards, dan mis ik nu in totaal 8 nog gewone icons. En heel veel daarvan kan je doen via Squad Builder Challenges. Dus ik heb in totaal volgens mij 4 Squad Builder Challenges klaarstaan voor deze icons. Dus daar kan ik er dan al best wel een aantal van krijgen. Dus dat is super chill. En daarnaast gaan we natuurlijk proberen om ook nog even wat moments icons te kunnen krijgen door te traden. Is erg lastig, maar we gaan onze uiterste best doen. Dus hier hebben we nog in totaal 7 nodig. En van deze hebben we er dus in totaal 8 nodig. Dus in totaal moeten we nog 15 icons. En ik heb gewoon alle gewone en alle moment icons. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog PC Bits icons. Daar gaan we daarna voor sparen. Eerst gewoon voor de gewone icons en voor de moment icons. En als jullie zin hebben in deze video, smash allemaal een duimpje omhoog. 2000 likes zou super awesome zijn. Want er zat echt veel werk in deze video. Want ik heb namelijk allemaal van deze Squad Builder Challenges gedaan. Ik heb van Larsson, Lampert, Costa en deze Marcel heb ik gedaan. Dus dat was best wel wat werk. Want dat zijn niet de makkelijkste om eventjes te voltooien. Je bent toch wel wat aan het puzzelen en doen. Dus dat was redelijk wat werk. Maar ik heb het nu allemaal klaargezet. En daarom kan ik nu de een naar de andere voltooien. En dat is super chill. Dus we krijgen nu sowieso al 4 nieuwe icons door de Squad Builder Challenges die ik heb gedaan. Dus als we deze allemaal hebben voltooid, dan hoef ik nog maar 11 icons in totaal. Dat is toch geniaal. Dat vind ik echt heel nice. Dus omdat het zoveel werk kostte, een duimpje zal me goed doen. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Welke rating is deze Larsson eigenlijk? 90. Oké, nou, het maakt me in principe niet heel veel uit. Hij is in ieder geval nieuw en dat, maar, ja, dat vind ik veel belangrijker. En ik had trouwens laatst, had ik al de 98% een keertje gehaald. Maar dat is weer weggegaan omdat er weer vet veel nieuwe kaarten zijn gereleased. Dus dat is een beetje jammer. Maar misschien dat ik na het zeg maar, inruilen van deze 4 icons, dat ik dan weer op de 98% zit. Het zou heel nice zijn, maar dan gaan we zo meteen eventjes kijken. En trouwens ook een leuk nieuwtje. Ik heb alle informkaarten die er in PCBit zijn, die heb ik momenteel door dagelijks die Squad Builder Challenges te voltooien. Ook super sick. Nu krijgen we Lampert en nu hebben we volgens mij nog 2 die we vrij kunnen spelen. Ja, inderdaad, deze 2 die hier staan. Dan gaan we dat ook nog eventjes doen natuurlijk. Het was wel nice trouwens, al die icons die ik nu inruil, die had ik al in mijn club. Bijvoorbeeld van die hierboven staat, Hagi. Die had ik niet in mijn club, dus daarom heb ik die ook nog niet voltooid. En dan gaan we de volgende route, alle icons, gaan we die andere Squad Builder Challenges doen. Want ik vond het net iets te veel werk om alles in één video te doen. Want ja, het kost gewoon veel tijd en dat werd net te veel. En dan krijgen we nu 90 rated Rui Costa. We krijgen echt de ene zieke kaart naar de andere. Allemaal ook zo hoog qua rating. Dat is echt niet normaal. Deze kunnen we nog inruilen. En dan heb ik al mijn Squad Builder Challenges gedaan. Die ik zeg maar voor deze video wou doen. En het chill is natuurlijk ook dat we best wel wat coins erbij krijgen. Je krijgt gewoon 500.000 coins per icon die je inruilt. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog al die losse Squad Builder Challenges. Waardoor je ook vet veel coins en vet veel packs verdient. Die ik ook allemaal in de store heb staan. Die kunnen we trouwens ook wel openen. En misschien met een beetje mazzel dat we daar nog een moment icon of gewoon icon uit krijgen. Dat ga ik wel even doen. Dan laat ik alleen de hoogtepunten zien. Ik vind het een beetje onzin om alles aan jullie te laten zien. Dus mochten we iets krijgen, dan laat ik het aan jullie zien. En ik zal ook meteen even kijken. Nee, we hebben nog niet de 98%. Maar zoals jullie zien, ik heb wel alle informs. Dat is wel ziek nice. En ook al bijna weer alle icons. We hebben er nu nog maar 4 nodig. Maar dan ga ik even wat packs openen. En mochten we iets goeds krijgen, laat ik dat zien. Kijk dan, we hebben 32 special packs. Al weet je wat? Die special packs bewaken. Ik ga gewoon de packs openen die momenteel in de store zitten. Dat is wat beter. Oké, dit is geen icon of moment icon. Maar het is wel Martial Birthday. Chille kaart om te krijgen. Ik had hem al wel, maar toch even de moeite waard om even te laten zien. Oeh, nice. Een nieuwe kaart. Bas, dat zijn die nieuwe kaarten van de Europa League en Champions League. Dus dat is ook nice. Maar dat is het enige nadeel is dat het af en toe best wel frustrerend is. Want ik ga best wel hard qua kaarten. Maar omdat er gewoon wekelijks gewoon zoveel nieuwe spelers gereleased worden, is het voor mij echt lastig om dat een beetje bij te houden. Maar dan is het altijd fijn als je af en toe een nieuw kaartje krijgt uit de pack. Maar we packen nu een icon. Dus come on, laat het een nieuwe zijn. Het is een moment icon. Als dit een nieuwe is, zou echt geniaal zijn. Heb ik nog, ja, in Zaghi. Dat is volgens mij een Italiaan die ik nog nodig heb. Cannavaro is ook Italiaans. Ik heb nog wat Italiaanse nodig. Maar ik krijg Maldini. Die is 95. Oké. Okay. Is een hele chill om te krijgen. Maar ik had hem al wel. Maar alsnog een hele zieke kaart natuurlijk. Dan alle packs die ik nu nog ga openen heb ik al winst op. Omdat ik nu al zo'n zieke moment eigenlijk heb gekregen. Weet je wat?
deze opening zometeen voor mezelf even. Ik ga die Icon Moment Packs nog openen. En als we daar dan een Icon uit krijgen, krijgen we nu niet te zien. En we krijgen er meteen eentje. Het is niet eens een Moment Icon. What the fuck? Oké, ik had wel een Moment Icon dan verwacht uit deze pack. Het is een Portugees. Volgens mij kan deze niet nieuw zijn. Luis Figo. Nee, inderdaad. Maar dat is nog wel even een chillen 90 rated icon natuurlijk. Nee, helaas geen nieuwe Moment icon gekregen. Die kans was ook wel nie klein. Maar ja, je weet het maar nooit. Altijd proberen waard natuurlijk. Maar dan gaan we nu lekker traden. Ik heb gewoon show your Moment icons. En als we dan eentje vinden die we nog niet hebben, ga ik een ziek goed bot uitbrengen. Want die Moment icons, ja, die zijn gewoon erg lastig om te krijgen. Maar jullie krijgen gewoon zoals altijd de hoogtepunten te zien. Oké, Mighty Boss YouTube, die geeft me 1 miljoen coins. Oké. Nou, thanks, G. Nou, toch wel weer mooi meegenomen. Hij was bezig met het showen van zijn Moment icons, maar ik had ze allemaal. Toen ging hij opeens 1 miljoen coins geven. Nou, maar dankjewel. Als je dit kijkt, dankjewel. Ik heb er al 150. Maar ja, dat toch een eentje extra erbij. Lol, ik moet een getal onder de 10 raden. Sam Bouzami. Ik gok 4. Ik heb ooit zo'n challenge gedaan met andere kijkers. Lol, hij heeft trouwens wel Moment icons, maar ja, die heb ik allebei al. Dus die hoef ik niet. Ik heb ooit een keer een livestream gedaan en toen deed ik dat, maar ik heb geen idee of 4 goed is. Ik denk het niet. 10 miljoen? Zou ik het goed hebben? Ik heb geen idee of ik het goed heb. Sam, oh, hij geeft mij 1,336. Nou, al dat geldje al meegenomen. Dankjewel, Sam. Lol. Lol, dit is wel echt toeval, jongen, dat ik dit soort Bouzami tegenkijkers tegenkom. Hoe groot is die kans? Echt iedereen klein, weet je. Vet veel mensen spelen dit spel ondertussen, dus ik vind het altijd wel lachen. Maar we gaan verder. We zijn tot nu toe nog geen één nieuwe Moment eigenlijk tegengekomen. Is best wel bizar en ik zit hier al bijna een half uur te traden. Misschien dat Sven's... Nee, die heeft alleen gewone haakjes. Nee, dat schiet voor mij ook niet echt op. Even wat? Nee, inderdaad. Nee, dit is voor mij niks. Oh, dit is echt fucked up, man. Dit is echt zo debiel. Ik ben nu al 3 kwartier aan het opnemen. Ik ben nog niemand tegengekomen die überhaupt 1 icon heeft die ik nog moet. En natuurlijk heb ik de meeste Moment icons al, maar ik heb er ook nog best wel wat niet, man. Maar iedereen heeft dezelfde Moment icons. Iedereen heeft zeg maar die Pelé of die Maradona of Ronaldo 97. Die hebben ze af en toe nog. Voor de rest hebben ze nooit eentje. Ja, en af en toe kom ik dan iemand tegen die er wel meerdere heeft, maar die heeft dan geen eentje die ik heb. Dus het is heel frustrerend. Ik ga nog maximaal 10 minuutjes door en anders heb ik maar gewoon dikke vette pech. En dan moeten we het binnenkort maar een keertje gaan doen. Misschien moet ik het een keer gaan doen in een livestream of zo. Dan kan ik eventueel ook met sommigen van jullie gaan ruilen. Dat is misschien net wat beter. Laat maar weten in de comments of dat een goed idee is. Want het is natuurlijk mijn vakantie volgende week. Misschien nu al wel. Maar in ieder geval, dan kan ik misschien dat wel een keertje gaan doen. Laat maar weten in de comments. Maar ik ga nog eventjes door met zoeken. En hopelijk kunnen we dan toch nog 1 nieuwe Moment icon krijgen. Zou mooi zijn als afsluiten. Nou, oké. Ik mag maximaal van mezelf nog met 3 mensen traden. Dan ben ik er echt helemaal klaar mee. Ik kom echt niemand tegen. Dit is echt heel bizar. Dit heb ik nog nooit eerder gehad. Dat ik zoveel mensen mee aan de tweede ben. Dat ik gewoon geen 1 Moment icon tegenkom. Hij wil Ronaldo 98. Volgens mij heb ik die niet. Ik kan wel eventjes kijken. En welke Ronaldo bedoelt hij trouwens? Het kan natuurlijk allebei Ronaldo zijn. Sorry, maar dat heb ik niet. Kan Cristiano Ronaldo zijn of de icon Ronaldo? Maar ja, maakt niet uit. We gaan doorzoeken. Ik mag dus nu nog 2 keer traden. Nou, degene hiervoor had ook niks. Dan moet het van deze kerel af gaan hangen. Monaco Champions League cards. Ja, dat heb ik wel. Nou, ik weet eigenlijk bijna zeker dat hij geen Icon Moments cards heeft. Weet je, dat weet je al eigenlijk op een moment dat iemand zo'n badge heeft. Iemand moet gewoon een beetje goede badge hebben. En dan weet je, oh, die heeft wel goede kaarten. Maar dat is bij deze kerel niet het geval. Gattuso deed hij. Nou, daar heb ik niet zoveel aan. Doe mij je offer. Deze laat ik toch allemaal 10 keer dubbel, weet ik veel wat. En dan ga ik dat accepteren. 500.000. Prima, jongen. Je mag ze hebben. En dan was dit het voor deze video. Helaas, geen nieuwe Moment icons. We hebben wel nieuwe icons natuurlijk door die Squad Builder Challenges, maar niet door te traden. Die Moment icons zijn echt lastig, jongen. Dat is echt niet normaal. Ik doe mijn uiterste best, maar ik kom gewoon bijna niemand tegen die deze icons of Moment icons nog heeft. Het is echt heel bizar, maar misschien dat in de loop van de tijd dat het wat beter gaat. En zoals ik al zei, misschien dat het een leuk idee is dat ik dit binnenkort een keertje online probeer te doen. Wat natuurlijk denk ik wel beter gaat, want dan kan ik ook met kijkers traden. Dan zet ik bijvoorbeeld in de beschrijving neer welke spelers ik nog moet hebben. En dan kunnen jullie kijken of jullie die toevallig hebben en dan kunnen we gewoon lekker gaan ruilen en doen. Laat maar weten in de comments of dat een goed idee is. Maar dan wil ik jullie allemaal wel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ondanks dat ik niet
echt moment eikens heb gekregen, was het natuurlijk zeker een geslaagde video door de gewone eikens die we hebben gekregen. Maar dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen en dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!